Ja, goeiedag. U woont hier vlak bij het huis wat op dit moment eigenlijk compleet afbrandt. Wat heeft u ervan meegekregen? Nou, ik was naar een vergadering op Dam en ik kwam hier de wijk in rijden. En ik zag allemaal brandweerauto's. En ik hoorde dat er een vrijstaand huis in brand stond. Dus ik kreeg de schrik van mijn leven. Ik heb mijn auto geparkeerd en ik ben hierheen gerend. En toen stond ook nog tot overmaat van ramp een van die brandweerwagens hier op mijn erf met een grote schijnwerper. En ik denk, nou, dat is foute boel. Dan schrik je wel, kan ik me voorstellen. Precies, maar toen ik het erf opliep, zag ik mijn vrouw lopen en ik zag dat de achterbuurman in brand stond, althans zijn huis. En toen dacht ik, dat is een ramp, maar gelukkig niet bij ons. Nee. Maar het is een ramp. We kunnen het wel zien, ontzettend veel rook. De brandweer heeft moeite om de brand te blussen, zo te zien, want het rookt nog steeds. Heeft u enig idee wat er gebeurd is? Nee, ik denk dat u mijn vrouw dat even moet vragen. Want ik was hier natuurlijk niet toen het begon. Kunt u er even bij komen dan, mevrouw? Ja, wat weet u van deze brand? Ik heb gehoord van de mensen die er paal achter wonen, dat de meneer van de brand dan, zeg maar, het huis, bezig was zijn hobby uit te oefenen op het zolderkamertje van de garage, namelijk kaarsen maken. Oké. Okay. En daar is iets misgegaan. Ja. En toen hoorde de achterbuurvrouw en ook die andere buurman een hevige knal. En of het nou het raam geweest is wat eruit knalde. Maar toen zagen ze direct al ook vlammen uit het dak slaan van het garage. Ja. En de brand was zo hevig. Dus het is overgeslagen naar het woonhuis. Ja, want die hobby die was in een schuurtje. Ja. Het schuurtje stond echt in verbinding met het woonhuis. Ja, schuurtje. Nou, garage moet ik zeggen. De zolderverdieping van de garage, zei je toch? Ja, van de garage. De zolderverdieping van de garage, daar was hij de kaars aan het maken. Ik kan me voorstellen dat je erg schrikt als je dit zo ziet hier achter je. Vlak bij u, tegenover u. Nou, weet u wat het was? Ik was in het voorkamer en ik zag blauwe lichten daar aan het begin van de lepelaar. Ik dacht, nou, die buurman die daar woont, die moet naar het ziekenhuis, is een ambulance. Dus ik ga naar buiten, toen zie ik mijn buurjongen staan. Ik zeg, is er iets met de buurman van nummer 3? Hij zegt, nee, wat denk je? Kijk daar eens. En ik zeg, oh mijn hemel. Nou, toen zag ik dat het dus daar brand was. Maar in huis had ik dus niks gemerkt verder, want de gordijnen had ik dicht. En rook kwam ook niet binnen, omdat de wind dus van ons af was.